Het was de meest krankzinnige transfer deadline day ooit bij FC Groningen. Achter de schermen volgden we technisch directeur Mark-Jan Verderes tijdens de laatste dagen van de transferperiode. Dit is het transferwindow van Verderes. Ik ben echt kapot nu, echt moe. De laatste 2-3 weken heb ik 90% van mijn tijd, inclusief privé-tijd, gespendeerd aan dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Met belletjes tot 12, 1 uur 's nachts. Geen tijd om te sporten. Of, nou, ik heb mijn Achillespees een tijdje terug afgescheurd om behandelingen te doen en dat soort dingen. Dat is allemaal op een heel laag pitje geweest de laatste weken. Wordt erbij. En je vervangt dus alleen Gabriel voorlopig. En Harmdoorn vervang je één plek. En je hebt je middenveld eigenlijk beter gemaakt dan wat het was. Met Duarte erbij. En dat moet je afwegen tegenover het eventuele prijsverlies wat je in de zomer maakt. Mm-hmm. En dat is bij Gabriel is het sowieso groter dan. Dat verschil groter, denk ik, dan bij Azor. Ja, bij Gabi is gewoon moeilijk te vervangen. Ja. Die kwaliteit. Ja. Elke deal die had wel zijn eigen verhaal. Bij verkoop en Matusiwa Gudmundsson ben je natuurlijk afhankelijk van de andere partijen ook. Hoe snel die doorpakken en hoe snel die met het juiste bedrag op tafel komen. Nou, die proberen natuurlijk eerst voor een stuk minder die spelers binnen te halen. Nou ja, en dan uiteindelijk kom je tot een ultimatum. En dan ja, is die deadline ook wel een soort van dwangmiddel, zeg maar, dat je toch met beide een oplossing moet gaan zoeken of niet. En ja, dan kom je uiteindelijk tot de bedragen in ieder geval waar je een deal voor kan vinden. En stel je voor, hij blijft op 3,5 hangen. Ja, dan moeten we volgens mij de afweging maken. Wat denk je dat dan over 10 maanden waard zou zijn? Dat is moeilijk. Weet je, want ja, voor hetzelfde raakt hij gebaseerd. Maar voor hetzelfde worden wij zesde en halen we Europees voetbal. Ja, dan krijg je misschien dezelfde prijs. Ja, ik weet niet. Die afweging is het. Daar kan je nog wel star in zitten. En als ze echt willen, ja, dan gaan ze die 5 ton of 7,5 ton nog wel bijleggen. Als ze echt het laatste stukje doen, dan gaan ze het dan ook niet op laten klappen. En als wij die andere deal hebben gemaakt, dan hoeven we deze zeker niet te doen. Yes, maestro. Yeah, I heard something from them. We got an email, but it's slightly the same as yesterday. Only a little change in the bonuses, which makes it a little bit better, but not a lot. And I spoke with Jeremy about it and tried to see if we can do something in the payment terms. And a guaranteed bonus. Okay. Okay, thanks. Thanks. Bye bye. Het ging over de deal van Gabriel. En nou, dat zit eigenlijk in de afrondende fase. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is dit een werelddeal en moeten we dit gewoon gaan accepteren. Maar ik probeer gewoon op het laatste moment nog. Toch nog het maximale uit de citroen te knijpen, zeg maar. Okay. En dat probeer ik dan op zo'n manier te doen. Dat het niet gelijk klapt of dat het uit de hand loopt. Maar ja, toch nog een beetje subtiel te kijken of we nog aan één of twee knopjes een klein beetje kunnen draaien. Om maximale eruit te halen. En dat houdt dan weer verband met een aantal spelers die we aan wilden trekken. Die we al langer op de radar hadden en al langer in ieder geval contacten mee hadden gelegd. En bijvoorbeeld Kelly, die dan voor de positie van Gudmundsson komt. En bijvoorbeeld Duarte voor de positie in ieder geval van Matusiwa, ondanks dat het een ander type speler is. Dat heeft daarmee te maken. Nou, dan gaan er twee sterkhouders gaan er weg met Gabriel en met Azor. Nou, dan wil je het liefst ook weer zoveel mogelijk kwaliteit binnenhalen. Dus daarom hebben we ook geprobeerd om Irandus nog een keer een ultieme poging om hem eerder binnen te krijgen. We hadden een principeakkoord voor de winter met hem. Ja. Verwachting. Ben je nog gerust? Huh? Ben je nog gerust? Nee. Na 2 jaar niet meer. Ben ik zeker niet gerust op, maar ja. Er zit niet veel anders op. Om nou 5 ton te betalen voor 3 maanden vind ik ook wat veel gevraagd.
We hadden een afspraak staan voor donderdag medische keuring. En daarna alles regelen, kijken of hij al appartementjes kon kijken en dat soort dingen. Dat was eigenlijk allemaal al gepland. Maar ook gezien de kans die ik achtte dat de transfers van Matosiwa en Goedmanson doorgingen op 90% op dat moment. Dat ik dacht, ja, we gaan toch nog eens een keer een poging wagen bij Hekken. En ik heb toch nog weer eens een keer contact gezocht. En gekeken of we toch nog ergens zouden kunnen komen. En ja, die vraagprijs die lag zeg maar steeds hier waar wij dit wilden bieden. Nou, en die ging toch wel wat naar beneden en wij gingen iets omhoog. En ja, toen kwam er toch een spel op gang. En uiteindelijk is het toen echt heel erg snel gegaan. En hebben we hem gevraagd om zo snel mogelijk een ticket te boeken. Om 6:00 ochtends is hij gevlogen. Heeft Wouter Gudde, onze algemeen directeur, van het vliegveld gehaald in Amsterdam, zodat ik ondertussen met de andere deals bezig kon. En dat is uiteindelijk heel snel gegaan. My name is Dalla Wierandust, my nickname is Dalla, I'm 23 years old, born and raised in Sweden, but my parents are from Kurdistan. Yeah, I heard that I was maybe one of the most scouted players for Groningen, or maybe overall. I didn't know if it was a bad or good thing, since they came in the picture, it's been something interesting, and I'm so glad to be here and like keep doing my thing and enjoy the thing I love the most. Nou, ik kan over hem vertellen dat we heel lang met hem bezig zijn geweest. En dat een hele creatieve voetballer is. Een jongen met een goed linkerbeen, heel veel gevoel voor positie, ruimte. Maar ook een hele goede dribbel, goed oog voor de steekpaas. Dus, ja, in mijn ogen voor ons een speler waarvan ik in ieder geval heel erg blij ben dat hij naar ons komt. En dat hij voor ons gekozen heeft uiteindelijk. Ondanks omdat dat een paar keer ook de andere kant op leek te gaan. Maar ook een jongen natuurlijk die een vervelende blessure heeft gehad afgelopen jaar. Waardoor hij er lang uit is geweest. En die nu aan het terugkomen is. En ja, daar zullen we ook wel rekening mee moeten houden. Dat hij wel tijd nodig zal hebben om... om echt 100% wedstrijd fit te worden. Ik denk wel dat hij een bijdrage kan hebben in wedstrijden. Heeft hij de laatste periode ook bij Hekken heeft hij dat gehad. Hè. De laatste 5 wedstrijden heeft hij regelmatig minuten gemaakt. Maar hij is nog niet klaar om week in week uit 90 minuten te maken. Dus daar zullen we hem ook echt goed in op moeten bouwen. Om te zorgen dat we uiteindelijk de beste versie van Daleo Irandust te zien gaan krijgen hier in Groningen. I want to, like, for myself, to become the best version of myself. And where I am, I want to win every game. Kijk, dat is een mooie foto. Ouwe. Heracles, ja. Was je toen aanvoerder? Ja. Dat zie je. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft, hè. Ja, top. Fijne dag. Yo. Hey. Yo. Ja. Jazeker. Wij willen nu een terugkoop. En wij moeten natuurlijk ook nog even dan afspraken maken als wij hem terugkopen. Nee, daarom. Dus daarom liever kopen en terugkopen. Oké, ik spreek je. Yo. Hoi. Er is interesse in eigen opgeleide spelers Thomas Pol, Kian Slor en Joël van Kaam. De club wil de talenten graag verhuren, maar trainer Sander van Gessel van onder 21 moet nog wel voldoende spelers hebben voor zijn team. Ik wil gewoon net doen alsof hij er niet is, hè. Jij bent gewend. Ik ben het ook niet gewend, maar ik doe ook net alsof hij er niet is. Dat gaat snel. Hey, over nu. Ja, Sander die was net bij mij.
Dus met de aantallen is natuurlijk weer een probleem. Aantal met jou gezeten ook? Ja, ik blijf constant spiegelen. Wat als iedereen fit is? Ik zeg, dan heb jij 18 plus 2 en iedereen erbij is, hè? Dus stel dat Joel blijft, dat Kian blijft, dat Thomas blijft. Ja, maar dat is nou juist het issue. Maar dan komen we dan zo wel op. Ik. Ja, maar nu kan Thomas Polka naar Almere. Ja. En Joel naar Emma. Ja, dan zit ik net met Sander. Ja, die zegt eigenlijk, ja, voor de aantallen moeten ze eigenlijk maar houden. Maar ja. Voor die jongens hun ontwikkeling is het wel belangrijk om zo'n stap te zetten, denk ik. Ja, en anders is het niet anders. Moet het jou maar even fit houden. Huh? Je denkt na over, oké, hoe zien we toekomstperspectief? Nou, we zien zowel in Thomas, Kian als Joël zien wij toekomstperspectief. We denken dat ze alle drie in de toekomst Groningen 1 zouden kunnen halen. Dat ze nog een aantal stappen moeten zetten, dat is ook duidelijk. Hè? Want anders hadden we ze waarschijnlijk niet laten gaan. En dat is ook helemaal niet erg op die leeftijd, dat is heel normaal. Nou, Kian en Joël, die hebben allebei een wat langer contract nog. Joël hebben we afgelopen seizoen getekend. En Kian hebben we eigenlijk net een contractafspraak mee gemaakt om te verlengen. Nou, daar is de duur nog zo langdurig, zeg maar, dat we die wel kunnen verhuren. En dat we daarna ook nog tijd genoeg hebben om ze proberen in Groningen 1 te krijgen. En als dat niet lukt, kunnen we altijd nog een andere oplossing zoeken. Nou, bij Thomas was het zo, die heeft nog 1 jaar contract en wij hebben nog een optie om het met 1 jaar te verlengen. Dus dat betekent een vrij korte duur. Dat betekent als we hem zouden verhuren aan Almere, dat hij dan of verkocht zou moeten worden of bij ons zou moeten komen. Maar ja, dan moet je hem al verlengen en dan kom je waarschijnlijk in een lastige situatie. Mijn inschatting was dat Thomas op dit moment ook niet zou willen verlengen gezien zijn perspectief. Dus ja, dan is het in mijn ogen beter om dan over een koop te gaan praten. Maar we willen toch grip houden richting de toekomst en hebben dus een terugkoopoptie afgedwongen, waardoor we uiteindelijk, als we dat zouden willen, Thomas wel terug zouden kunnen kopen. De Bertinetti komt nu en vanmiddag komt Duarte en Kelly. Op 31 augustus presenteert FC Groningen al voor de middag vleugelverdediger Yaya Kelly, middenvelder Laros Duarte en aanvaller Sebastian Tunekti. Hier is nieuw shirt. Klaas. Cristiano Ronaldo. Kelly en Duarte worden gezien als de opvolgers van Koopmanson en Matusiwa. Dus het had kunnen gebeuren dat beide niet werden verkocht en we de opvolgers eigenlijk al binnen hadden en hadden gehaald. En ja, waren we dan financieel in de problemen gekomen? Nee, we hebben geen risico's genomen die echt niet kunnen. Dat hebben we niet gedaan. De bedragen van verkoop en uitgaven die liggen ook behoorlijk uit elkaar. Hè. Wat wij binnen hebben gehaald is natuurlijk veel meer dan dat we uiteindelijk voor die jongens uitgeven. Dus dat was niet dat we dan echt problemen kregen. Maar ja, het is natuurlijk niet een ideaal scenario. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gevallen, zeg maar, dat die jongens zijn gegaan en we de opvolgers al klaar hadden staan. Maar dat had ook anders kunnen lopen. En het gaat ook door je hoofd van, stel ze pakken nu door 2-3 weken geleden en lukt het ons wel om die vervangers te halen? En wordt het dan niet moeilijker ook om die vervangers te halen? Want dan gaan de clubs die dat ook lezen, die gaan misschien wel weer meer vragen, waardoor je weer moeilijker tot een deal komt. Dus al die puzzelstukjes die hangen eigenlijk aan elkaar vast. En dat maakt het wel heel interessant, moet ik zeggen. Ja, mijn naam is Laros Duarte, ik ben 24 jaar. En ik ben voetballer van SC Groningen. Ja, ik vind sowieso voorop staan dat Groningen echt een mooie grote club is. En het is ook zeker een hele mooie stad. En het is ook vooral een club die voor de bovenste plekken meestrijdt. Dus vorig jaar ook, dan met Sparta zijn we 8 geworden, maar Groningen is dan 7 geworden. Ja, het is gewoon een andere level. En ik heb het idee dat ik mezelf veel beter kan ontwikkelen nu. En ook weer stappen kan maken. Nu krijg jij nummer 6. Het nummer van Azor Matusiwa. Ben jij hetzelfde type of ben jij een heel ander type? Ik ben eigenlijk een heel ander type. Ik ben verdedigend is niet echt mijn. Als je kijkt naar Azor, is het natuurlijk echt een ander type dan ik. Ik ben meer aan de bal, creatief. Ik kan het spel versnellen, zoals ik net al zei. En ik zoek altijd het spel vooruit. Dus ik denk dat vooral aan de bal ik echt mijn kwaliteiten kan gaan uiten hier. Oh, wacht even. Martin. Yeah. Ondertussen moet de deal met Liel over de transfer van Gabriel Goedmondson nog worden afgerond. Ja. Ja, oké, top. Thanks, mate. Bye, bye, bye.
Toch 3 tonnetjes extra weer. Hey. Toch weer geklapt. Nou, heb jij ook gelukkig, ja. Anders was het echt een kutdeal. Anders was het echt een kutdeal. Iranduus lijkt goed te komen, Matasiwa lijkt goed te komen, Goedmondson lijkt goed te komen. En dan loop jij om 5:30 s'avonds, ben jij met 1 speler bezig en dat is Elias Olsson. Waar kwam dat ineens vandaan? Nou ja, dat is wel goed om dat uit te leggen, want ja, Elias Olsson is een speler waar wij, denk ik, vanaf maart of misschien al wel iets eerder, maakt die zijn debuut in de voorbereiding, hè, want het seizoen in Zweden begint ergens in april. Maakte hij zijn debuut in het eerste van Kalmar in de voorbereiding toen hij 17 jaar was. Linker centrale verdediger, een positie die moeilijk te vinden is, om daar goede, talentvolle spelers te vinden. Nou, van dat moment zijn we er echt bovenop gedoken en hadden we met scouting elke week contact over van oké, hoe gaat het met die jongen, hoe ontwikkelt hij zich? En nou, op een gegeven moment ging hij ook in de basis spelen in het eerste team in de competitie. Toen zijn we er nog voordat de competitie begon, zijn we er geweest. Ben ik ook in Zweden geweest, met die jongen gesproken, hartstikke leuk en goed gesprek. Zeer positief gevoel bij. Alleen ja, we hadden eerst wat andere prioriteiten in te vullen, want dit is niet een jongen die morgen basisspeler bij FC Groningen is. Nee, dat kan wel wat langer gaan duren. Dus we hadden zoiets van, ja, we moeten eerst zorgen dat we de belangrijkste zaakjes goed op orde hebben. Ook gezien de financiën. We weten niet of we gaan verkopen. Dus we kunnen nu niet gaan investeren in zo'n jongen. Die club van hem stond ook alleen open voor verkoop op dat moment. Dus die hebben we eigenlijk steeds wat doorgeschoven, wel steeds contact gehouden. Maar ja, ergens was het ook wel vervelend. Want ja, je moet tegen die jongen eigenlijk zeggen van ja, we willen je heel graag hebben. Maar we hebben even wat andere prioriteiten. Dus ja, even in de wachtkamer. Toen zijn er tussendoor ook een aantal andere clubs geweest. Clubs uit Italië onder andere die hem graag wilden hebben. Nou, dat is uiteindelijk ook niet doorgegaan. Die hebben geen deal kunnen maken met zijn club. Of hij zag het zelf niet zitten om daar naartoe te gaan. Nou, en nu, ook weer op de laatste dag, ja, kwam ik ook weer in contact met de technisch directeur van die club. En ja, bleek dat er wel een constructie met huur tot optie tot koop mogelijk was. En, ja, dat was in mijn ogen wel een gouden kans om dat voor elkaar te krijgen. Komt ook nog eens een keer bij dat we bezig waren om Joël van Kaam, Thomas Pol en Kian Slor te laten gaan. Onze eigen talenten. Die op dit moment niet voldoende perspectief hebben gezien hun status. En we vinden dat die echt wel perspectief moeten hebben. Nou, spelen bij ons op dit moment in de onder 21, maar dat zijn ze eigenlijk misschien wel een klein beetje ontgroeid. Nou, dan komen we ook nog eens keer bij de onder 21 wat in de problemen met aantallen. Dus al met al, zeg maar, was het een win-win-win situatie. En ja, was ik laaiend enthousiast om nog op dat moment hem binnen te kunnen halen. En daar lag nog niks. Er lag geen overeenkomst, geen deal met hem. Niet met zijn zaakwaarnemer, niet met de club. Dus dat is allemaal vanaf, ja, wat was het, 5:30, toen je mij voor het eerst over die naam hoorde roepen in de kantoortuin. Ja, toen moest dat allemaal heel snel. En Mark-Jan Oldebandering en Wim Mensingen, die waren met van allerlei contracten en transferovereenkomsten bezig. En ja, die hadden zoiets van, ja, kom op, dit is even geen prioriteit. We zijn met andere dingen bezig. Dus ik had wel constant het gevoel dat ik dit moest pushen om dit nog voor elkaar te krijgen. En ja, uiteindelijk is ook zelfs dit nog gelukt. Prachtig, of niet? Wat voor deals we hebben gedaan. Maar ik dacht, ik wilde even kijken of jullie onder druk komt op te steren. Wat een soort van testcase dit. Die spelers hebben allemaal niks aan, dan kan ik jullie wel pas vertellen. Maar ik weet wel dat jullie onder druk zijn. Kijk, laat even opstellen. We waren met elkaar hartstikke blij dat we hadden al heel snel het team voor 95% staan voor dit seizoen. Dus Danny die kon in de voorbereiding eigenlijk met het team gaan werken waar hij het seizoen mee zou gaan starten. We wisten niet wie er nog uiteindelijk verkocht zouden worden en wanneer. Maar hij wist wel, ja, als ik dit team bij elkaar hou, heb ik echt een prima team staan. Daar heeft hij ook 8 weken voorbereiding mee kunnen draaien. Dat is uitstekend verlopen. We hebben ook echt stappen gezet als team. He, want je moet toch ook weer een nieuwe keeper inpassen. Je moet een paar nieuwe verdedigers inpassen. Je moet een nieuwe spits met Michael de Leeuw inpassen. Dus ook dat was lastig voor de staf en veel werk. Maar dat hebben ze uitstekend gedaan. En dat stond echt wel weer een goed team. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel vervelend dat je dan 3 wedstrijden onderweg bent in de competitie. En je hebt een behoorlijke start. Dat dan in één keer weer 2 belangrijke spelers uit dat team weggaan. En dat eigenlijk de kaarten weer opnieuw worden geschud. En dat we eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen. Dus ja, zo kijken wij ook wel naar de doelstelling, is dat we proberen intern elk jaar de lat weer net iets hoger te leggen, dus net weer iets beter te presteren. Alleen we vinden wel, ja, naar buiten toe moeten we realistisch zijn. Het gaat gewoon weer tijd nodig hebben
dat dit team in elkaar gaat passen en dat het gaat draaien en dat het gaat rollen. En ja, hoe lang dat gaat duren, ja, dat weet niemand. En ja, het is uiteindelijk vooral ook aan de staf natuurlijk om te zorgen dat we dat in een heel snel tempo kunnen gaan doen met elkaar. En daar hebben we alle vertrouwen in. Maar ik denk dat of je dit nou allemaal meeneemt of allemaal niet meeneemt. In mijn beleving moet een club als FC Groningen altijd strijden om proberen de play-offs te halen. En ja, als je dan in die play-offs staat, dan wil je ze ook graag winnen, lijkt me. Dus ja, net zoals afgelopen seizoen blijft dat de sportieve doelstelling. Ja, in de winter gaan we weer voor zo'n window waarschijnlijk.